Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 10 oktober. Het is een prachtige dag vandaag in Nederland. De zon die schijnt volop en er is nauwelijks bewolking. Hier en daar een paar dunne wolkensluiers, maar de zon heeft daar totaal geen moeite mee. En de temperatuur die is dan ook vanmiddag opgelopen naar zo'n 20 tot 24 graden. Zeer lokaal is ook 25 graden gemeten. Ja, vanavond dan zijn er ook brede opklaringen en het blijft nog vrij lang zacht. De temperatuur ligt rond de 17 graden als de zon ondergaat. Verder staat er een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Ook vannacht in het grootste deel van het land helder weer... ...bij temperaturen die dalen naar zo'n 11 graden. Maar we zien wel in het zuiden langzaam maar zeker de bewolking binnenschuiven. En die bewolking die wordt ook wat dikker. En morgenochtend dan kan er in het zuiden hier en daar een spatje regen vallen. In het midden en noorden van het land is veel minder bewolking aanwezig. En daar zijn zonnige perioden. Die regen die verdwijnt eigenlijk in de loop van de ochtend, die verpietert. En dan gaat de bewolking ook steeds meer breken. En smiddags is het dan overal in het land Weer zonnig en zijn er wat stapelwolken bij temperaturen die opnieuw oplopen naar zo'n 20 tot 24 graden. Morgen waait er een matige wind uit het zuiden of zuidoosten. Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Vrijdag dan hebben we ook zo'n dag met wolkenvel en zon en misschien dat er in de ochtend nog een enkel buitje valt. En dan wordt het zaterdag en dat wordt een prachtige dag. Dat wordt gewoon een zomerse dag met temperaturen in het binnenland die makkelijk oplopen naar zo'n 25 graden. Lokaal kan het zelfs misschien wel 26 graden worden. Er is veel zon en er is weinig bewolking. Hier en daar misschien wat wolkensluiers in het westen. Zondag, ja, dan gaat het weer wel omslaan. Dan komt er vanuit het westen een storing binnenschuiven. Die brengt buien, die brengt regen. Er kan lokaal misschien ook nog wel onweer voorkomen. En de temperatuur voor de buien uit, nou, die kan in het oosten dan nog zo'n 20 tot 21 graden worden. En dan is het ook gedaan met het mooie nazomerweer. Want als we dan even wat verder kijken, dan zien we dat we eigenlijk vanaf maandag geen temperaturen meer boven de 20 graden hebben. De temperatuur blijft dan over het algemeen zo steken rond de 15 graden of nog wat lager. Het wordt ook duidelijk wat wisselvalliger. Er valt af en toe regen en soms waait het stevig. Maar echte herfststormen, die zie ik voorlopig nog niet. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.